Maungete. Mevrouw Hoogdarp, tevreden? Ja, ik ben tevreden. Ik ben tevreden. De leerkrachten laten zien dat het geen grap is. Ze laten zien dat we nu gaan voor onze doelen. Beleidsmakers, ga luisteren nu. Geef ons tenminste wat we hebben gevraagd. Want we willen zelfs ook naar school. Geen ontwikkeling. Geen brood. Geen school. Geen brood. Geen school. Geen brood. Kom maar straks weer vieren. Kom maar straks weer vieren. En hij zegt, hou er aan de maat. Heeft u een koppel? De directrice stond hier bij de poort en ze geeft aan dat ze het personeel heeft gevraagd om als ze willen komen. Maar je geeft aan dat je ze hebt gevraagd als ze willen komen, maar je sluit die poort. Ze is eerst bedreigd. Ja, en nu dat we hier zijn, geef je aan, jij hebt die sleutels. Dus met een heel arrogant was ze. Dan ben je directrice van de Pascale School. Ik heb er ook duidelijk gemaakt dat als dingen worden gerealiseerd, ze allemaal ook ervan gaan eten. We proberen zoveel mogelijk collega's te mobiliseren. Op de ene school gaat het iets wat makkelijker, op de andere wat minder. Dus en het is ook niet de bedoeling dat we te lang op één plek blijven. Dus we gaan zo meteen onze weg verder vervolgen. Manila, ja.
het hoofd van de school in gesprek met de politie. Een kwartier tot 10 minuten. Joost, kom wat is er? Joost, kom wat is er? Meneer Joost, die wat gaan doen? Wat is er, Joost? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Joost, kom wat is er? Joost, kom wat is er? 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 Die mensen zijn zo tevreden met u? Ze zijn 50% tevreden en 50% ontevreden. Maar daar ik ze kenbaar heb gemaakt waarom ik de schooldeuren open heb gehouden, snappen ze het toch zo een beetje. Ik heb ze aangegeven, de president is al bezig met de groepen te praten. En dan wachten we even rustig af. Het signaal is al mooi gegeven, dus hij begrijpt het wel. Hij begreep het wel. Natuurlijk, iedereen voelt het. Ik voel het ook. De ouders voelen het ook. Maar we moeten 50-50 werken. 50-50 voor de leerkrachten en 50-50 voor de leerlingen. Heeft ze een kwartier gegeven om op het schoolterrein te mogen zijn? Ja. Dus het was een vreedzaam protest. Ze zijn gekomen. Ik heb mijn poort opengemaakt. Het is geen djugu-djugu. Ze zijn mijn collega's. Ze zijn welkom. Ze hebben zich gedragen zoals het altijd moet. En nu verlaten ze dan weer het schoolterrein. En dan gaan de lessen normaal door. Uw school blijft gewoon open? De school blijft gewoon open. Je doet niet mee met die actie? Ik doe mee, maar vanuit de afstand. In afwachting op wat de president zal zeggen. Dat is maar die zijn jan toch? Hem, de jan. Dat is winning, maar de overwinning de jan. De lessen gaan normaal. Ja, laat hij les geven, is niet erg. Ja. Die overman in bed, dat doen jang. Dan zijn ze blij. Scholen, ze hebben gehoor gegeven aan onze oproep. Als het is dat ze, ik denk niet dat het is dat ze bang zijn voor ons. Maar ze weten wel dat ze de scholen moeten sluiten en de leerkrachten de gelegenheid moeten geven om op te kunnen komen voor de rechten. En dat gebeurt er nu. We hoefden maar 3 tot 4 scholen aan te doen en iedereen, alle leerkrachten, hebben alle scholen in de buurt zijn gesloten. Oké, ik dacht dat sommige scholen dit wilden meedoen. Ja, sommige scholen, niet dat ze niet mee willen doen. Het is dat ze de leerkrachten tegengehouden worden of bedreigd worden. Maar net wat ik u zei, de kracht van de leerkracht is groot. En dat weten de bondsleiders die niet gedragen worden. Ons doel is bereikt voor vandaag. De regering moet ons nu roepen. De regering weet dat ze ons moeten roepen om te praten, want we stoppen niet. Vandaag was een hele geslaagde dag. U heeft het zelf gezien. Leerkrachten, het is meer dan duidelijk. Het is overduidelijk nu dat het niet gaat. Regering, speel in. Geef gehoor. Voer uit. Strijden voor strijd! Hinoza vrede! Strijden voor strijd! Hinoza vrede! Als u nog voor ons nog even wil herhalen het wensenpakket. Het wensenpakket. Het wensenpakket is. Het zijn die oliekarta's waarbij we 2 keer per maand vol kunnen tanken.
5000 SRD of waardebonnen ter waarde van 5000 SRD en een betere ziektekosten, een verzekering voor de leerkrachten. Juist, en hun gezinsleden, ja. Negen uur mensen, abo.